Als ik ramen maak, dan moet ik ook opdeklatten maken. Dus deze die er bovenop komen. En daar had ik toen een malletje voor gemaakt. In een timmertip. Zo leg ik dat hier neer in de sponning. En dan weet ik tot hoe ver die komt. En dan kijk ik hier. Kijken, zo. En dan ligt die halverwege. Zo. En die maatvoering die ik zo doe. Als ik dit nou zo vasthoud en ik moet hem hier in het midden houden. En hij is langer. Nou, even een goede pakken. Bijvoorbeeld deze, die moet ik nog zagen. Ik heb dit. Ik ga hem hier neerleggen. En dan moet ik dit punt overnemen. Deze lengte. Om hier. En daar had ik ook een malletje voor gemaakt. Zo. En een lijntje erop. Dan kan ik zo inschatten en is dit mijn hoek. Nou is dat niet helemaal, dit laatste is een beetje schatten. Ik ga nu iets anders proberen, want ik laat het zien met deze die nou afgezaagd is, wat er gebeurt. Als ik dit hier neerleg en ik heb mijn lasje niet op de goede maat, dan wordt die langer of korter van. Komt hij uit de hoek als hij hier is. En ik zou hem zo lang maken. Met dit malletje. Dan wordt hij te lang. Zo. Dus ja. Blindelings kan je er niet op vertrouwen. Dat moet je dus wel heel zuiver doen. Nu is er ook een manier. Om op je. Mijn. Afkortzaagje die ik wil gaan gebruiken, een malletje te maken. Ik ga op mijn afkortzaagje een klosje maken en dan op 45 graden afgezaagd. Dat of even denken, hoe zat dat? Ja, en dat die recht is, dat die zo uitkomt. En als ik eerst een lat maak die deze breedte of lengte heeft. Plus de dikte van zo'n glaslat. Want ik wil hem de helft eroverheen laten steken. Dus die maat heb ik. Dus ik heb deze lengte. Dus ik ga eerst mijn latten van lengte maken recht. En ik zet hem op mijn afkortzaag. En dan kan ik hem 45 graden daarna zagen. Goed. Dit snapt niemand meer. Maar goed, we gaan het eens doen. En dan kan je het in de praktijk zien. Hoe het gaat lopen. Ik heb hier een streepje gegeven en hier een streepje. Dat is omdat hier dat ding achter zit, daar zit het meeste vlees. Dus ik wil hier een gaatje hebben en hier een gaatje. En dan heb ik mijn klosje erbij, heb ik overgehaald, die maten. Die zit op deze en hier, dit gat ga ik boren, want straks komt mijn klosje, komt daar. En dan ga ik hier zo dat afkorten straks. Dus ik heb hier, en als ik de dikte van de duimstok naar beneden ga, dan, ja, dan zit die aardig in het vlees. Dus dan zit het priem. Daar komt mijn gat. Dan ga ik op de kolomboor, ga ik dat doen. Nou, ik heb hem met die boor keurig ingeboord, maar dit is natuurlijk te strak. En dan ga ik hem een beetje speling geven. Oké, dit zit goed. En nou wil ik een gaatje hierin krijgen dat ik. Maar dat wordt moeilijk.
We maken een snede erin die niet helemaal doorgaat. Dit moet de andere kant uit. Even los. Even kijken, dit is 45, ja. Dus als ik deze doe, dan komt hier de voorbeeldsnede. Want dat wordt mijn maat. Kijken of ik voor de camera goed sta. En dan moet de maat die het verste weg is, moeten we... Dus die... Dit is... Krijg je hier een hoekje. Dat hoort. Even kijken, de maat die het verste weg is. Zo. Die gaan we even kijken of dat klopt. Als we die afzagen, dus dit kantje, dat is die 45 graden. Dus als ik hier nou 45 graden en ik heb dit is mijn malletje, dat hier in past, zo, dan is dit. Als ik nou een maat van een lat heb, dan is dit de 45 graden. Dan zal mijn goede maat zijn. Zo. 45. Dan komt het malletje hier. Ja, zo, dan zaagt hij de andere kant. Als hij deze aanhoudt, bijvoorbeeld zo, dan zaagt hij de goede maat af. Ik ga dat dus even controleren. Als ik hier nou een 45 graden aan wil hebben, dan moet dat de lijn worden. Kijk. Waar is mijn schrijfhaak? Dit is... precies de hoek. Ja, dat klopt. Dus als ik nou er tegenaan leg. Dan is dat precies. Hij is zelfs ietsje minder. Dat betekent dat hij dit stukje nog een klein beetje meer af moet. Kijk, want ik zie op de kopse kant een recht stukje. En aan deze kant is dat ook nog. Dus ik kan van allebei de kanten, kan er nog een heel klein beetje er vanaf. Dat doe ik met mijn andere afkortzaag. Je kan het natuurlijk ook op de schuurmachine doen. Dus je maakt je lengte van je glaslat gewoon recht. Dat is makkelijk meten. En je legt hem er gewoon tegenaan. En dan kan je vanuit die hoek. Dan heb je precies de lengtemaat. Maar dan gaan we even controleren of dat goed is. De lengte van de glaslat kan je zo in de sponning houden. Wordt plus 33. De breedte van dit glaslatje komt erbij. Dat is deze maat. Kan ik zo overnemen zonder te meten. En ja... Dus als ik... Dit is mijn lengte van mijn lat. Ga ik hem recht afzagen. Zo.
Dit is mijn lengte plus de dikte, de breedte van de lat, omdat de helft gaat er overheen en de helft gaat daar eroverheen. Nu kan ik zagen op mijn afkortzaag op 45 graden. Dan moet die zo. Dus kan ik hem omdraaien. Nu moet de lat precies van lengte zijn. En dat is die. Perfect.